Vandaag toon ik jullie hoe je heel simpel een super toffe versie van een marmercake kunt maken. We gaan telkens twee lagen beslag op elkaar lepelen en dan krijg je een zebracake. In een grote kom meng ik de olie met de suiker, melk en eieren. Daarna voeg ik er nog bloem en bakpoeder aan toe. Ik verdeel het deeg over twee verschillende kommen en roer onder één deel nog het cacaopoeder. In een ingevette springvorm schep ik een grote lepel van het basisbeslag en daarbovenop komt een lepel van het chocoladebeslag. Dit herhaal ik tot het beslag helemaal opgebruikt is en er mooie laagjes te zien zijn. De cake bak ik ongeveer 40 minuten op 180 graden in de oven en laat ik daarna nog eventjes afkoelen. Afwerken doe ik met een laagje poedersuiker. Smakelijk!